Ja, dat is heel apart. Hè? En, op de middenstip. Vroeger nam ik altijd de aftrap. Maar nu zitten we hier gewoon lekker. Wat is voor jou het ultieme moment als ADO-speler geweest? Als ADO-speler de winst van de beker. Hè? In 1968, maar dat is zo lang geleden. En dat is wel jammer, want iedereen denkt nog aan de beker 75. Maar ja, voor mij was het ultieme de bekerwinst in het Zuiderpark. En als trainer zijnde? Als trainer zijnde het kampioenschap in de eerste divisie. Met alle supporters op het veld na de wedstrijd tegen Venlo. Was ja, geweldig na 12 jaar eerste divisie. Of heet nu Jupiler League. Om daar te promoveren en kampioen te worden. Lex, wat is dat toch met ADO? Wat is dat met ADO wat jou ook zo betrokken houdt? Ja, nou ja, ik ben als 15-jarige naar ADO gegaan. En ik ben nu 67 en ik met tussenpozen in het buitenland. En bij Feyenoord natuurlijk, mogen we ook niet vergeten. Maar ja, met de lief en leed met de club heb je gedeeld. Degradatie, promotie, derde van Nederland geworden met ADO. Ja, dat zijn dingen die je gewoon meeneemt. Voor altijd ADO, Lex? Ja, voor altijd ADO, ja. Tot de dood ons scheidt. Wat je zegt, dat klopt wel. Dankjewel.